Mijn naam is Teun Rottier. Voor Café Weltschmerz maak ik een reeks gesprekken over de staat van het debat. Hoe praten we nou eigenlijk met elkaar? Praten we met elkaar? Wisselen we uit met elkaar of eigenlijk niet? Wat zijn de actoren in dat debat? En met name de rol van de journalistiek vind ik heel boeiend. En vandaag praat ik met Stan van Hauke. Hij is journalist, maar ook activist, als ik dat goed zag. Kun je dat toelichten? Nee. Nee, ik ben nooit. Nee. Ik begrijp wel waarom sommige collega's mij een activist vonden. Om de simpele reden dat ze daarmee net konden doen alsof ik niet echt een journalist was, maar eigenlijk een activist. En dat ik de journalistiek daarvoor misbruikte. Het lullige is alleen dat de meeste mensen die dat zeiden, uit de mainstream journalistiek, zelf activisten waren, omdat ze altijd de kant van de overheid, van de macht kozen. En dat doen ze nog steeds. Okay. Maar op zich zeg je wel, het sluit elkaar uit. Je kan niet activist en journalist zijn. Jawel, dat kan wel degelijk. Ja. Ja. Nou, de hele mainstream is bijvoorbeeld activistisch. Okay. Ze schrijven allemaal over dezelfde onderwerpen. Ze hebben op dezelfde manier ook vaak dezelfde woorden. En die krijgen ze allemaal aangereikt van mensen die een belang erbij hebben dat hun boodschap in de media verschijnt. Okay. En dat is, zeker nu, is dat de macht, de elite. Oké, nou daar kom ik zo meteen op terug. Okay. Maar je zou kunnen zeggen dat jij toch iets aan de buitenkant van de journalistiek hebt gehoord. Ik bedoel, VPRO heb je heel lang gezeten. Ja. Dat is natuurlijk een journalistiek, een established organisatie, maar ook wel weer een beetje aan de rand van het mainstream gebeuren. Ja. Hoe heb je dat ervaren? Was je gelukkig in die rol? Ben je aangevallen in die rol? Ben je gedesavoueerd in die rol? Ja, nou en of. Ik ben door mensen van de Partij van de Arbeid, toen werkte ik nog hier in Amsterdam bij Radio Amsterdam, jarenlang achtervolgd als het ware, dat ik eruit moest, want ik liet allemaal mensen aan het woord die scherp kritiek hadden op de Partij van de Arbeid. Dus. Met name krakers en mensen die activistisch bezig waren op welk front dan ook. Of het nou de atoombewapening was of kerncentrales of de vrouwenbeweging ook wel toen de tijd. Maar zeker de krakers, dat konden ze niet hebben. Dat je plotseling krakers aan het woord, dat was ook nooit eerder gebeurd in Hilversum. In Hilversum was het zo dat je nu nodigde een of andere voorman uit van een beweging. En die mocht dan eens een praatje houden. En dan desnoods zette je daar iemand tegenover. Maar die moest ook uit het establishment komen. Maar dat je zomaar live in een uitzending krakers die bezig waren bijvoorbeeld met een pan te kraken. Dat je die aan het woord liet en ook verslag gaf van wat er gebeurde. Dat was nog nooit eerder gebeurd. Daar schrokken ze van. En daar interveneerden ze dus ook in. Dus ze gingen echt zeggen, ze zeiden van, maar Stan moet maar weg, want wij willen dat soort gesprekken niet. Ja. En was dat dan onwennigheid? Het is macht. Of het is kijk, macht. De journalistiek is de dienaar van de macht. Zeker nu. Oké, terwijl de lijn is dat ze dat niet horen te zijn, natuurlijk. Maar ze zijn nee, dat is de propaganda. Er is enorm propaganda over wat de journalistiek, de vrije pers, zoals het zo mooi in het Westen heet, wat die is. Maar er is natuurlijk geen vrije pers, want bepaalde onderwerpen mag je niet aanraken. Die zijn taboe. Bijvoorbeeld de rol van Rusland ten opzichte van het Westen. Dat je de kant van Rusland laat zien, dat mag niet. Dat doe je niet. Je kunt het wel doen, maar als je het doet, dan krijg je het probleem dat je ogenblikkelijk gemarginaliseerd wordt. Als zijnde een ben jij gemarginaliseerd naar jouw gevoel? In jouw mensen zo leven? Natuurlijk zijn wij gemarginaliseerd. Ja. Ik bedoel, je ziet me toch nooit in Hilversum op televisie. Nee. Ze kijken wel uit. Niet dat ik niet kan praten of niet mijn ideeën kan uitleggen. Of niet bijvoorbeeld mensen die daadwerkelijk interessant zijn kan uitnodigen om te zeggen, luister nou eens even naar deze mensen. Bijvoorbeeld Amerikaanse intellectuelen die prachtige analyses in boeken hebben beschreven hoe de Verenigde Staten al jaren geleden, hoe de Verenigde Staten als imperium in feite uitgespeeld raakten. Ja. Door de enorme bewapening bijvoorbeeld. En het feit dat dat land alleen maar om geld draait. Met als gevolg dat stukje voor beetje die de elite, de financiële elite, dat land in handen heeft gekregen.
En dat is niet zomaar van de ene op de andere dag gebeurd. Het is ook niet de schuld van Trump, zoals men dat nu wil laten. Trump deugt niet. Nee, natuurlijk niet. Trump deugt niet. Dat is waar. Maar die lui daarvoor, die het neoliberalisme als belangrijkste ideologie hebben toegelaten. En via deregulering en privatisering die ideologie heel belangrijk hebben gemaakt. Mm-hmm. Die zijn even erg. Neem Bill Clinton, die bijvoorbeeld een wetgeving dat de banken niet mochten speculeren, afschafte. Ja, ja, ja. En het gevolg daarvan, dat is in 1999, het gevolg daarvan dat in 2008 de hele boel explodeerde. Ja, ja, ja. En een kredietcrisis. Maar, even terug, want jij zegt dus waar de journalistiek de macht, het vuur in de schenen zou moeten leggen, hè, de vierde macht of de vijfde macht, dat weet ik eigenlijk nooit. Zeg jij, nee, maar de journalistiek is eigenlijk een instrument geworden van de macht. Ja. Hoe werkt dat dan in de praktijk? Even concreet. Dus ik ben een journalist en ik vind dat Kaakjes aan het woord moet komen. Of dat de stem in de marge aan het woord moet komen. Waar zit dan de interventie van de macht? Op welke manier oefent naar jouw gevoel de macht zijn invloed uit op de journalistiek? Want via zelfcensuur. Meestal via zelfcensuur. Het gaat niet dat er een mannetje zit van zegt, jongens, jullie moeten volgende week dat en dat schrijven. En we willen niet dat jullie dat schrijven. Nee, dat hoeft helemaal niet. Het loopt veel en veel subtieler. Als jij onderwerpen aan de orde brengt als journalist en die tegen de gehele stroom ingaat. Ik noem bijvoorbeeld wat. In Italië worden twee mannen, scherpschutters, geïnterviewd op de televisie. En die vertellen dat ze namens, Georgië en ingehuurd zijn destijds om op het Maidanplein mensen dood te schieten. Uiteindelijk schieten ze dus 80 van die mensen daar dood. Waarom? Om chaos te creëren. Waarom die chaos? Zodat het Westen daar in kan grijpen. En zijn eigen stem en zijn eigen mannetjes kan neerzetten. Mm-hmm. Dat is geen complot. Dat is gewoon een onvermijdelijkheid. Want mm-hmm. wij wilden de Oekraïne loskoppelen van Rusland. Mm-hmm. En om Rusland zoveel mogelijk te verzwakken. Mm-hmm. Omdat dat een bedreiging voor het Westen is. Ja, niet voor de Westen, de bevolking, maar omdat de financiële machten daar dat een bedreiging zien. Rusland en China zijn natuurlijk machten die straks veel belangrijker worden dan de Verenigde Staten. Mm-hmm. Maar even terug naar de journalistiek. Dus jij zegt die twee scherpschutters die worden geïnterviewd op de Italiaanse televisie? De Nederlandse media. Geen één die daar aandacht aan heeft besteed. En dat komt dan door zelfcensuur. Waar? Want ze weten het wel, een journalist weet dat wel. Dit is dus niet het verhaal wat, de bon ton is in de journalistiek. Okay. Je kunt het wel doen, maar als je dat doet, dan zeg je, oh, dan heb je weer zo'n Kremlin-troll. Die is bij de NOS terechtgekomen of wat dan ook. Dus die zelfcensuur is gebaseerd op de mate waarin het bon ton is om iets aan de orde te stellen of niet? Ja. De afwijkende stem. Trump deugt niet. Jongens, en dat zullen jullie de eerstkomende 4 jaar, als hij tenminste 4 jaar zit en niet per ongeluk van de trap afvalt, 4 jaar lang zullen we horen dat Trump niet deugt. Maar dat Obama niet deugde, dat heb je nooit gehoord. Maar waarom niet? Obama was iemand die zei, voordat hij werkelijk aan de macht was, dat hij voor was om zo de kernwapens af te schaffen. Een paar jaar later beslist die dat het hele kernwapenarsenaal van de Amerikanen zou worden vernieuwd. Met een, tegen een bedrag van $1 trillion. Ja. Weet je hoeveel een trillion is? Ja. Dat is 1 miljoen keer 1 miljoen. Dus deze man die de Nobelprijs voor de Vrede kreeg omdat hij ook had laten weten dat hij tegen kernwapens was en dat er afgeschaft moet worden, beslist dat hij de totale vernieuwing van het kernwapenarsenaal gaat mogelijk maken. Het was of is niet mogelijk om dat in te brengen in de journalistiek. Als je dat zegt of schrijft. Nee. Als je heb je het ergens gelezen? Nee, ik heb heel veel dingen niet gelezen. En ik ben juist op zoek naar, naar waarom. Luister, we gaan ervan uit dat jij een goed geïnformeerde intellectueel in Nederland bent. Dat niet, maar ik ben goed geïnformeerd. Goed geïnformeerd, geen intellectueel. Hij gehindert niet, we kunnen niet allemaal intellectueel zijn. Inderdaad. Goed, dus met andere woorden, als jij het niet weet, dan betekent het dat dat niet een issue is geweest op de Nederlandse televisie
in de Nederlandse kranten of hoe heet het, in de politiek, in de Tweede Kamer. Het is geen issue geweest. Waarom is het geen issue? Maar waarom is het geen issue? Want wat is het dan heel even? Mag ik even uitleggen waarom het belangrijk is als issue? Omdat mede daardoor, door Oekraïne en het conflict met Rusland daarover, een sfeer is ontstaan van we moeten uitkijken voor de Russen. Dus daarmee ook is een hele kernwapenwetloop gelegitimeerd. Begrijp je wat ik bedoel? Dat is natuurlijk verschrikkelijk. Want dat is wat wij eigenlijk niet willen, fatsoenlijke mensen. Maar de journalisten lenen zich... Ik begrijp best dat er een militair industrieel complex is. Die heeft belang bij het verkopen van zoveel mogelijk wapens bijvoorbeeld. Ja. Dus die hebben belang bij polarisatie. En die hebben dus belang daarbij dat er in de journalistiek... dat de journalistiek een rol speelt in die polarisatie. Dat is op zich geen onlogische gedachte. Nee, precies. Maar op welk moment leent naar jouw idee die journalistiek zich daar dan voor? Want ik kan toch, als je bij Buitenhof werkt, kan je toch als journalist gewoon een kritische vraag stellen? Je kan toch iedere vrijdag kritische vraag stellen aan Mark Rutte op de wekelijkse persconferentie? Ja, als jij een kritische journalist bent. Ja. Maar daar zitten geen kritische journalisten. En zitten die er niet omdat ze er niet zijn? Of waren ze het wel, maar zijn ze ingekomen? Ik bedoel, het gaat veel subtieler. Het is een, hoe noem je dat? Laat ik mezelf als voorbeeld nemen. Ik ben in de jaren 60 de journalistiek ingerold. Hoe kwam dat? Nou, omdat er een periode was van een aantal jaar waarin de verbeelding aan de macht was. Er was ineens een enorme vernieuwing van jonge mensen. De macht in die tijd, de ancien regime, had zich daar helemaal niet op voorbereid. Dus die werden ineens verrast en verbijsterd stonden ze te kijken naar jongeren die hash gingen roken, die Jimi Hendrix goed vonden, die de Beatles met Over Peace, et cetera. Nou, in die tijd was er even geen greep op het machtsapparaat pers. Want die pers is een commerciële instelling, hè? Dat moet je ook niet vergeten. 70% bijna van wat de krant wordt betaald door de adverteerders. Dus het is niet... Nou, 30% hoor nu. Nee, 30%? Is het nou, zo, in de papieren wereld wel, 20%. Ja, dat was vroeger anders. Ja, misschien bij de Groenen, maar toch niet de kranten. Nou, de kranten moeten het echt van advertenties hebben. Maar die zijn nu zo gedaald dat ze het nu van de lezers moeten hebben. Sinds maar dan blijven ze... Nou, dat is een paar jaar of twee, drie, denk ik wel. Twee jaar. Dat moeten we niet hebben. Ja, goed dat je me daar even over... Maar goed, maar je zegt de journalistiek is commercieel. Dat is de journalistiek natuurlijk. Het is een product wat geld moet opleveren. Ja. Maar dan even terug. Dus jij zegt, er was in een moment dat het establishment zich overvallen voelde. Konden allerlei jonge mensen die in de tijd van Provo en in de tijd van de opkomende verzet tegen het consumptiemodel... konden ineens op vitale post komen omdat die oude generatie, die van de oorlog nog stamde, te oud was geworden. En dus kreeg je al die jonge mensen die ineens daar naar binnen renden en de zaak overnamen en kritisch waren. Want die tijd was ook kritisch. De tijdgeest was kritisch. Deze tijdgeest, waar we nu in leven, is totaal niet kritisch. Mensen laten zich van alles aanleunen. Kun je voorbeelden noemen van mensen in die tijd die echt kritisch... Jij bent natuurlijk redelijk beroemd geraakt om jouw verslaglegging met... Van de Kroningen. Je zou eens moeten naluisteren. Ja, er is helemaal niks opruiens geweest, maar anders was ik wel gearresteerd geweest als ik op die dag iets opruiens had gezegd. Zo stom ben ik nou ook weer niet. Ja. Kijk, en dit is ook weer interessant. Een goede journalist moet wel eens of twee keer in zijn leven gearresteerd zijn, zou je kunnen zeggen. Juist. Dat klinkt banaal, maar... Nee, hoeft niet. Het hoeft niet. Nee, okay. Absoluut niet. We leven toch in de vrije pers. Ik bedoel, waar hebben we het nu over? Ja. Nee, in die tijd was het mogelijk, in de jaren 60, begin jaren 70, eind jaren 60, was het mogelijk om de instituten binnen te komen. Joop den Uyl, de toenmalige premier, had ook een woord daarvoor, dat een lange mars door de instituten, als het ware. Hè? Nou, en de meeste lui die kwamen uit de Partij van de Arbeid, die, als ze eenmaal fluweel roken, dachten ze, dat zit lekker. En die gingen precies doen wat ze de anderen hadden verweten. Kun je daar eens voorbeelden van noemen? Heel tien over rood.
Al die mensen van Tien over Rood, dat was een radicale splintergroep binnen de Partij van de Arbeid. En al die mensen zijn Marcel van Dam en de burgemeester van Rotterdam toen de tijd, hoe heet die? Met die pijp, André van der Lauw. Ja, van Lauw, ja. Nou, noem maar op, al die mensen komen uit die tijd. Oké, er waren dus dwarsdenkers, waren kritisch. We zitten hier vlakbij de Jan Scheverbrug. Ja. Nou, Jan Schever, wat ze nou het liefst mijn nek hebben willen omdraaien, omdat ik die mensen die tegen zijn beleid waren, aan het woord liet. Nou, die man die krijgt een brug. Nou, ik bedoel maar. De mensen die toen de maar tijd... Maar je zegt dus Marcel van Dam was een kritische... Ja, Tien over Rood, dat manifest van ze moet je eens lezen. Nou, je weet niet wat er... Dus bijvoorbeeld dat we uit de NAVO moesten. Mm-hmm. En dat we bepaalde industrieën moesten nationaliseren... Ja. Zodat die kapitalisten niet met de poenen vandoor konden gaan. En volgens mij is Van Dam een voorbeeld van iemand... die later wel behoorlijk onderdeel van het establishment is geworden... Ja, toch? Ja, denk ik? Nee, absoluut. Maar wat is daar gebeurd naar jouw idee? Je kende hem waarschijnlijk, ik bedoel, was ook een journalist. Wat er gebeurd is, is dat je, als je eenmaal... Kijk, Lord Acton, die jij ook kent, die zei... macht corrumpeert en veel macht corrumpeert veel. Dat is nou eenmaal het grote probleem. Macht corrumpeert mensen. Du moment dat je mensen de mogelijkheid geeft om te beslissen over andere mensen... Gebeurt er iets in die hersenen, wat we niet echt goed nog onderzocht hebben, waardoor dat wat je oorspronkelijke ideeën waren, ineens volledig kalt gesteld worden. En dat is gebeurd met ook binnen de journalistiek. Je hebt een aantal mensen binnen de journalistiek, hè, die in de jaren 60 progressief waren, in de jaren 70 progressief. En dan ontstaat het neoliberalisme, zo rond de jaren 80. En die drijven dan automatisch met de stroom mee. Mensen als Bas Heijnen en als Geert Mak en Hubert Smeets, Ian Buurema. Dat zijn mensen die dan ontdekten, de wind komt uit een andere kant. We moeten ons aanpassen. Maar goed, die werden ook geïsoleerd en gemarginaliseerd. Ja, dat is juist het knappe van het systeem. Dat vind ik namelijk boeiend, want daar wil ik een beetje naartoe. Want je kunt zeggen dat je bent van dezelfde generatie als Marcel van Dam, of in die periode in ieder geval. Jij hebt je meer uiteindelijk in de marge van het systeem bevonden. Nou ja, de VPRO was gelukkig nog niet echt in marge. Nee, is niet dus echt in marge. Nee, zeker niet. Nee, maar je hebt gelijk als je zegt, ik heb niet voor de mainstream gekozen. Je hebt niet voor de mainstream gekozen. Nee. En anderen werden natuurlijk onderdeel van die mainstream en krijgen dan de neiging om die positie te behouden. Dat is natuurlijk. En vergis je in één ding ook niet. Dat mag maar nooit besproken worden. Maar luister, als jij journalist bent, je hebt een lening om je door zo'n woning in Almere te kunnen betalen. Je hebt een vrouw. Er komen kinderen. Die moeten studeren of leren of naar school of wat dan ook. Jullie willen vakantie hebben. Dus je bent met handen en voeten gebonden aan het systeem. Je kunt je niet veroorloven om ineens al die radicale dingen te gaan zeggen die ik dan zei. Ja. Oké. Waarom heb jij er zelf, als een persoonlijke vraag, kom ik meteen op de institutionele, heb jij er bewust voor gekozen om het wel te doen, om wel de radicale standpunten te kiezen? Laten we zeggen, ik heb nooit bewust gekozen, omdat ik ken maar één manier. Namelijk de manier van je valt als journalist de macht aan. Want per definitie deugt de macht niet. Het is niet zo dat, die man is eigenlijk, die politicus is eigenlijk wel goed, maar nee. Per definitie deugt de macht niet. En het mooiste voorbeeld vind ik altijd dat bijvoorbeeld een Amerikaanse president, als het moment daar is en hij meent dat de Verenigde Staten wordt aangevallen door Russische raketten met nucleaire wapens erop, dan mag hij zonder ruggespraak op de knop drukken, waardoor de wereldbevolking in één klap voor zeker 90%, misschien wel 100% uit. IJslanders overleven het wel, geloof ik. De IJslanders hebben dan mazzel. Ja. Maar ik probeer er alleen maar mee te zeggen, kijk, als je akkoord gaat met een dergelijk bestel, waarbij één man de macht heeft om alle mensen op aarde uit te roeien, dan is het toch in
iets in je hersenen is daar niet goed gegaan. En jij zegt, het behoud van de doorzoomwoning is een belangrijk element. Ja, nou, dat kun je wel voorstellen. Maar jij had geen doorzoomwoning. Hoe heb jij je het kunnen veroorloven om kritisch, om dus niet om onderdeel te worden? Voor een deel, nou eigenlijk voor het merendeel. Omdat ik dat qua zenuwgestel dat niet kan doen. Ik zou mezelf een leugenaar vinden. Ik zou mezelf niet in de spiegel kunnen aankijken. Ik kom uit een gezin waarbij mijn vader was een oorlogsheld. En mijn moeder heeft die ontmoet in Schotland, waar die met Nederlandse onderzeeboten ging bunkeren. En die mensen hebben nooit na de oorlog ook maar iets verteld over de oorlog. Want dat deed je omdat je niet anders kon. Begrijp je wat ik bedoel? Ja. Dat is zoiets, je gaat niet collaboreren op de een of andere manier. Dat doe je gewoon niet. En dat heb ik eigenlijk hetzelfde. Ik heb dat waarschijnlijk genetisch meegekregen. Ja. Je collaboreert niet met de macht of met de bestaande machtsverhoudingen. Ja. Hier in Nederland, na de oorlog kregen wij Jan de Kwaai aan de macht. Hij is als minister van oorlog in 1944 onder Kruls. Dan daarna wordt hij ook nog premier. En wat riep die man tijdens de oorlog? Die riep op voor Nederlandse werklozen om in Duitsland te gaan werken. Want er was een nieuwe orde in Europa ontstaan en daar moest je aan meedoen. Nou, ik kan dat niet. Nee. Ik denk dat dat het voornaamste is. Okay. Waren daarentegen mijn kinderen de dupe geworden van mijn onmogelijkheden, namelijk mee te collaboreren. Oh, sorry. Ik trek de dingers. Nee, gaat wel goed. Ik ga hem even corrigeren, geloof ik. Maar praat rustig door. Dan ga ik jou... Hoe heet het? Ja. Ja. We zijn er bijna. Kleine technische interruptie. Wacht even hoor. Ja. Zo. Oké. Ja. Waren mijn kinderen dupe geworden daarvan, dan had ik mij wel 2 tot 3 keer goed moeten nadenken om die weg in te slaan. En het is niet dat ik heilig ben, geen sprake van. Wat het is dat ik onrecht niet kan hebben. Vind je dat je geslaagd bent of gefaald hebt in jouw positie als criticaster van de macht? Hoe gemarginaliseerder ik ben, hoe geslaagder ik ben in wat ik eigenlijk oorspronkelijk als gedachte heb gehad. Van wat een journalist moet zijn. Ja. En ik schrijf nog steeds. En ik ben nog steeds bezig met te verzetten tegen de bestaande machtsverhoudingen. Dus het is niet zo dat... kijk, in die termen denk ik ook niet. Nee, dat weet ik. Maar... De kracht van de macht is niet minder geworden in de afgelopen jaren? Nee, het is meer geworden. Het is meer geworden. Ja, okay. De macht heeft, het neoliberalisme heeft zo erg gewonnen dat het zichzelf nu vernietigt. Ja, maar heb jij dan dat is heel interessant. Want jij hebt je verzet tegen de macht als journalist, maar de macht is groter geworden. Ja, veel dus groter. Dus je kunt zeggen, je hebt de wedstrijd niet gewonnen. Nee, maar dat is geen wedstrijd. Nee, ja, oké. Okay. Als het een wedstrijd is, dan doe je mee aan het heersende bestel. Het is geen wedstrijd. Ik kan niet anders. Nee. En ik bedoel, mij verbaast het dat sommige van de mensen die ik net ook noemde, die mee kunnen dobberen met de ontwikkelingen. Hè, die dus wel kunnen collaboreren en dan roepen. Want je noemt het collaboratie. Ja, kijk eens hier. Als jij, net zoals Ian Buurma, schrijft over de betrekkelijke goedaardige imperialisme vanuit Washington, letterlijk citaat. Ja, zeg, hallo. Na Vietnam, na Korea, na Afghanistan, na Irak. Ja. Dan kun je toch niet meer schrijven over het betrekkelijke, goedaardige Amerikaanse imperialisme. Dat kan gewoon niet. Okay. Maar dan nog even, want ik even terug naar de psychologie van de... collaborerende journalistiek. Ja. Dat is voor mij ook raadselachtig, maar ik probeer wel te begrijpen wat er gebeurt. Nou ja, wat ik fascinerend vind is dat ik las dat jij ook hebt geschreven over 9-11. Hè? Er zijn een aantal kritische vragen te stellen over 9-11.
Die eigenlijk niet gesteld zijn. Nee, als je het rapport leest, dan denk je, nou, wacht even, dan mis ik wel een paar dingetjes. Maar die zie je dan niet. Ik noem even een voorbeeld van vragen die niet gesteld zijn. Deels kun je zeggen, ja, maar ik ben een journalist en ik heb een doorzoomwoning en ik moet me wel een beetje tot de mainstream verhouden, want anders dan ben ik het allemaal kwijt. Ja. Wat ik ook wel eens bedenk, in mijn zoektocht ook naar antwoord op deze vraag, is dat je publiek, je lezers, en dan kom ik terug op wat je zei, de journalistiek is natuurlijk ook commercieel, natuurlijk een bepaalde weerzin tegen het onwelgevallige hebben. He, dus er wordt iets gezegd wat ze eigenlijk niet willen horen. Om concreet te stellen, als jij de NRC erbij pakt, dan moeten de adverteerders van Volvo en Breitling horloges niet het idee hebben dat ze in een of andere complottennest terecht zijn gekomen. Nee. Die moeten het idee hebben. Nee, dat is de adverteerder, maar heeft de lezer maar wacht even, want daar zit ook het publiek bij. Ja. Kijk, de NRC is natuurlijk niet voor serieuze journalisten die willen weten hoe die wereld in elkaar zit. Dat is voor een establishment publiek dat eigenlijk geen vragen stelt, omdat ze eigenlijk de antwoorden al hebben. Weet je, die willen geen fundamentele vragen over het bestel hebben. Ze willen wel af en toe lezen dat bijvoorbeeld bij het ministerie van Justitie iets fout is gegaan of wat dan ook. Maar ze willen bijvoorbeeld niet weten hoe de structuur van de macht werkt. Nee, maar dat is een wezenlijk ding wat je zegt. Want je zegt dus, de macht heeft de neiging zich te behouden natuurlijk. En de journalisten hebben zich daarna gevoegd en zijn een instrument van de macht geworden enzovoort. Ja. Maar het publiek wil natuurlijk ook een aantal dingen niet weten. Het befaamd is, als je het op televisie over Europa hebt, dan weten ze dat 80% wegklikt. Dus hebben ze het niet meer over Europa. Nee. Dus Hoe tenzij je Europa op een heel andere manier benadert. Kijk, Europa, dan betekent het dat je een aantal van die gasten daar op televisie krijgt die in Brussel zitten of in Straatsburg of waar dan ook. Ja, die vertellen weer hetzelfde verhaal. Dat is een herhaling van zetten. Maar als je de mensen duidelijk maakt dat er iets probeert uit te leggen, hoe die structuur van dat Europese Unie in elkaar zit, dat bijvoorbeeld op elke parlementslid daar tenminste 200 lobbyisten zitten. Mm. Van grote bedrijven en van de ware macht, de financiële macht. Ja. Ja. En die zitten permanent, die zitten daar niet voor niks. Die zitten er omdat ze weten dat ze daarmee macht kunnen uitoefenen. Ja. En die parlementsleden kunnen aansturen. Nou, als je dat nou uitlegt, dan kom je bijvoorbeeld weer terug bij de fundamentele vraag, leven wij in een democratie? Als dat waar is, hoe komt het dat de 8 mensen dan zo rijk zijn dat ze evenveel bezitten als de helft van de hele mensheid? Mm-hmm. Of bijvoorbeeld dat sinds 1980, zoals ik in de Volkskrant las, sinds 1980 is de rijkdom, 50% van alle rijkdommen, bij 0,1% van de wereldbevolking terechtgekomen. Mm-hmm. Dan moet je je afvragen, is dat democratisch gebeurd? Is dat, zijn daar machtslijnen die onzichtbaar zijn voor ons buitenstaanders? Als bijvoorbeeld, zal ik een ander voorbeeld nemen. Als in de Verenigde Staten het federale budget, wat naar bewapening toe gaat, naar het militair-industrieel complex. 50% geloof ik. Meer dan 50%. Ja. Nou, van het discretionary budget, dat is het budget wat het congres kan toewijzen. Want een deel kan het niet toewijzen omdat dat zijn salarissen of verzekeringen of pensioenen of wat dan ook. Maar dat langlopende infrastructurele projecten. Maar dat deel wat ze kunnen toewijzen is 50% gaat naar het militair industrieel complex. Mm-hmm. Ten koste van onderwijs, wetenschap, cultuur, infrastructuur, et cetera. Dan weet je dat de macht, in dit geval het militair-industrieel complex, zich op de een of andere manier moet legitimeren. Ja. Ja. Kunnen die zeggen, ja, dankjewel en we gaan nu zelf aan de slag en kijken wel waar we uitkomen. Nee, je moet vertellen, wij. Ja. Nou, nee, oké. Kijk, dus moet je een vijand creëren. Ja. En die vijand moet, om de interne cohesie bij elkaar te houden, hè, moet je een vijand creëren. Ja. Want dat is de enige manier waarop je mensen nog als ganzen achter elkaar krijgt. Dus het creëren van een vijand, daar zijn de media een onontbeerlijk onderdeel van. De macht kan nooit
zonder de media. Nee. Nee, dat is een belangrijke stelling. De macht kan natuurlijk niet zonder media. Kan absoluut niet. Dus wat gebeurt er bijvoorbeeld? De media is in feite opinion. Dat zijn de meningen. Kundera heeft daar heel mooi over geschreven. Hè? Dat is de reden waarom de media allemaal dezelfde onderwerpen hebben en allemaal op dezelfde manier bekeken wordt. Waarom gebeurt dat? Omdat er achter die zogenaamde feiten permanent een mening zit. Een beeld van de wereld. Van hoe jij naar de wereld dient te kijken en hoe je niet moet kijken. Nou, het is niet de bedoeling dat jij je gaat afvragen. Hoe kan dat nou dat 8 mensen zo rijk zijn geworden terwijl we in een democratie zitten? Nee, dat moet je niet je afvragen. Dat is niet belangrijk, want als je dat je gaat afvragen als journalist, dan gaat de legitimering van het systeem aangetast worden. Ja. En dat is niet de bedoeling. Nee, want die lui betalen ook juist de kranten om te zorgen dat er een bepaald beeld overblijft waarbij je je Volvo's kunt verkopen en bepaalde toepassingen. Dus ze houden je... Jij zegt de macht houdt de journalisten onder doordat die journalist psychologisch die ik al niet te ver buiten de kudde wil gaan. Het is een moeilijke positie om er buiten te gaan staan en dat is lastig. En bovendien als je door zo'n woning hebt gehypothekiseerd dan oké. Okay. Dus je zegt eigenlijk dat is het systeem. Geloof jij dat er nog diepere inmenging is? Geloof jij dat er verbanden zijn tussen politiek, behalve wat ik altijd fascinerend, de Haagse politiek is natuurlijk en journalistiek zijn totaal aan elkaar verbonden. Ja, dat is zo corrupt als pest. Ja, maar jij gelooft niet dat er institutionele inmenging is van de politiek van de macht op... Dat hoeft niet. Het hoeft niet. Waarom zou je als macht bemoeien met de journalistiek als ze zich al zo keurig gedragen? Dan hoef je dat niet. Ik bedoel, kijk, nog steeds is de boodschap van de media, wij zijn een democratie en wij zijn voor de mensenrechten. Nou, dankzij de VPRO heb ik veel in het Midden-Oosten kunnen reizen. En kijken wat er gebeurde na oorlog of tijdens oorlog of wat dan ook. Grote conflicten. Wat zie je? Wij gedragen ons als terroristen in de rest van de wereld. Dat noemen wij niet terrorisme, dat noemen we collateral damage. Bijkomende schade. Mm. Dus je dondert een paar honderd geweldig grote bommen op een wijk. En verdomd als het niet waar is, er komen een hele hoop burgers ook bij om het leven. Dat weet je van tevoren ook. Want ik bedoel, als je zulke zware wapens gebruikt. Maar dat is een te verwaarlozen post in het geheel. En als journalist maak je je daar ook geen zorgen over. Dat noem je collateral damage. Als je begrijpt wat ik bedoel. Dat is bijkomende schade. Hoe haal je het in je hoofd om te menen dat de dood van honderden burgers, vrouwen, kinderen, et cetera, bijkomende schade is? Wat is dat voor mentaliteit? Dat ook wij zouden dragen aan het oplossen van een terroristisch probleem. Maar goed, dat is weer een tweede. De terroristen kun je niet oplossen met bommen te gooien op een wijk waar mensen wonen. Dat lukt gewoon niet. Wat ik zo fascinerend vond is dat Trump natuurlijk met Saudi-Arabië een wapendeal van $315 miljard sloot. Voilà. Ik dacht, wacht even, dat is toch de bron van de terrorisme. Die financiert, dat is toch de vijand. En dan gaat hij daarheen en dan levert hij zijn wapens. Dat is gek. En vervolgens is er eigenlijk ook journalistiek. Heb ik daar geen indringende analyse van gezien. Wel een aantal opiniestukken en dergelijke, maar het is natuurlijk van... Kijk, simpelweg gesteld is dit. Zelfs de BBC heeft daarover bericht. Toen Raqqa werd veroverd, zaten daar de restanten van ISIS. Die zijn met bussen weggevoerd. Mm-hmm. Hoe kan dat? Waar kwamen die bussen vandaan? Wie hadden die bussen besteld? Waarom wordt niet in Nederland daarover bericht? Terwijl het een heel duidelijk is om te onderzoeken. Dan hoef je helemaal niet zo intelligent voor te zijn. Je gaat onderzoeken, klopt dit allereerst? Dan ga je naar toe en verdomd, uiteindelijk blijkt al dan niet, het klopt. Ja. Waarom wordt dat niet uitgelegd? Dat bijvoorbeeld de CIA zich daar had gemengd eronder. Ik ken het antwoord op de vraag niet. Als je dat namelijk gaat beschrijven, dan... Wat gebeurt er dan? Even die afmaken. Als je dat beschrijft, dan heb je die dwarsligger weer.
Ja, dat is jouw mening. Dus feiten worden in de media ook vaak afgeschilderd als meningen. Ja. En meningen worden tegelijkertijd als feiten ook gebracht. Ja. Dus je ziet dat wij langzamerhand door die media in een virtuele wereld zijn terechtgekomen. Waarbij eigenlijk niemand meer weet wat waar is en wat niet waar is. Nou, dan even daarop. Want ik had... Ze hebben bijvoorbeeld dat fake nieuws. Dat is allemaal... De media staan vol met fake nieuws. De NRC schreef op 20 maart 2003, de dag dat de Amerikanen en de Britten een agressieoorlog tegen Irak begonnen. En een agressieoorlog is een begrip wat ontstaan is tijdens de processen van Nuremberg. Wat toen de tijd werd beschouwd als de ergste oorlogsmisdaad van alle, een agressieoorlog beginnen, omdat daaruit automatisch al die andere oorlogsmisdaden voortvloeien. Kortom. De Amerikanen beginnen een agressieoorlog en de Britten in Irak. En wat schrijft de NRC op die dag? De hoofdredacteur, zijnde een jurist, die wist wat het internationaal recht voorschrijft, die schreef dat Nederland aan deze agressieoorlog moest gaan deelnemen. Dat was letterlijk staat daar. En zelfs militair. Ja, dan denk je ook... In welke wereld ben ik nou terechtgekomen? Daarna hebben ze zich nooit, in tegenstelling tot bijvoorbeeld de New York Times en de Washington Post, die hebben zich na die oorlog, de begin van die oorlog, verontschuldigd dat ze inderdaad propaganda hadden bedreven en dat ze wat meer serieuze journalistiek hadden moeten doen. De NRC, nooit een excuses aangeboden. Niemand die in dit land zegt... Maar hoe haalt jullie pretenderen een kwaliteitskrant te zijn? Hoe halen jullie het in je hoofd om dit te doen? Er is natuurlijk best kritiek op NRC, maar... Sorry? Er is natuurlijk best kritiek op NRC. Op alle kanten is kritiek, maar... Want dan heel even naar... Wie geeft er van de journalistiek kritiek op? Geen stijl. Voilà. Nou ja, goed. Ja, nee, het publiek heeft wel... Want kijk, het publiek krijgt langzamerhand door dat die kranten ook vol met shit staan... En met propaganda. Oké, maar daar wil ik even naartoe. Want jij startte je journalistieke carrière in de 60 jaren. Dat was natuurlijk een heel verzuilde institutionele samenleving die ineens openbrak. Grappig. En toen gebeurden er nieuwe dingen. Jij zegt daarna is dat weer, heeft de macht zijn grip weer teruggegrepen op. Die repressieve tolerantie, hè? Marcuse. Ja. Maar waar staan we dan nu? Want nu hebben we natuurlijk de legacy media. Maar we hebben ook niet... We hebben de correspondent, kwam vanochtend een stuk over Baudet. We hebben Baudet, geen stijl. Daar heb je weer zoiets. Die Baudet krijgt overal de schuld van. Nee, ik zeg niet dat hij echt schuld... Ik zeg alleen maar daar richten de media zich op. Alsof hij het grote kwaad is. Trump, precies hetzelfde. Trump is het grote kwaad. Nee, de echte journalistiek, de serieuze journalistiek, probeert de context... te vinden, hoe komt het dat deze man überhaupt zoveel sympathie heeft gekregen van de kiezers. Ja. Baudet straks ook krijgt. Ik zal je een voorbeeld geven. Baudet die zei in de Kamer dat hij vond het schandalig dat VVD-top in de Kamer zat en dan vervolgens bij de zorgverzekeringen zat. En omgekeerd. De woordvoerder van de medicijnenhandel zit nu in de Kamer. Ja. Hij zei dat. En wat schreven mijn collega's, mijn mainstream collega's, dat Baudet zich belachelijk had gemaakt. Want de hele Kamer moest daarom lachen. Maar de mensen die daarnaar kijken, het publiek, waar ze kennelijk lak aan hebben, ze hebben helemaal niet gelachen. Want die vragen zich af, hoe komt het inderdaad dat ik nu ineens 200... euro moet betalen, terwijl ik vroeger maar 80 euro hoefde te betalen. Dus begrijp wat ik bedoel? Ja. Vergis je in één ding ook niet. De media zijn een gesloten wereldje. Met een gesloten wereldbeeld. En die geloven op de lange duur, en ik heb het van nabij meegemaakt, meer dan 40 jaar, die geloven daadwerkelijk in hun eigen bullshit. Het is het idioten. Hoe dat kan, precies, weet ik niet. Nee, daar moet iemand wel eens een keer een boek over schrijven. Maar, maar we zijn nu natuurlijk in een periode waar iedereen journalist kan zijn. Waar je heel makkelijk kunt publiceren. Ja. Dus je ziet een diversificatie van de journalistiek. Ja. De correspondent is gekomen, Geen Stijl is gekomen, de Post Online is gekomen. Ja, enzovoort. Dat is allemaal niet nieuw. Maar goed. Nou ja, niet heel nieuw, maar het zijn wel... 20 jaar geleden waren ze er niet.
En nu wel. Ze waren er wel, maar dan, toen zaten ze nog in het café. En dan brulden ze over stinkende Surinamers en zo. En, ja. en nu hebben ze door de sociale media een platform buiten het café gekregen. Ja, maar wat doet dat voor de journalistiek naar jouw idee? Die moeten een publiek hebben. Dat is hun eerste opgave, is een zo groot mogelijke winst voor de baas maken. Daar komt het gewoon op neer. Want als ze die winst niet maken, dan sluiten ze de krant. Want dit systeem draait om het optimaliseren van de winsten. Dus met andere woorden, de journalistiek is... Kijk, wat ik heel interessant vind, is dat ten tijde van de reformatie, de 16e eeuw, dan zie je voordat de reformatie plaatsvond, dat de kerk van Rome een fundamentele deuk kreeg wat hun macht betreft en de protestanten opkwamen, had je de uitvinding van de boekdrukkunst, waardoor mensen zelf de Bijbel konden lezen en Gods woord konden lezen. Ja. En toen ontdekten ze dat er hele andere dingen in stonden dan die katholieke priesters zijn verteld. In het Latijn. Precies. Ja. Exact. Ja. Dus toen kreeg je het verzet van de mensen, wat ze intuïtief voelden wat niet klopte, en al die rijkdommen van Rome en et cetera, dat ook daadwerkelijk substantieel was, want het stond in de Bijbel. En die hadden ze door statenvertalingen, zowel in Duitsland, Nederland als Engeland, konden ze het ook nog lezen. Ja. Nu hebben de media, de mainstream media, het monopolie verloren op de berichtgeving. Ja. Want er is een nieuwe uitvinding, internet, gekomen. Dus en op internet kun je meerdere bronnen aanspreken, meer dan de journalistiek jou kan leveren. Ja. En het is ook sneller. Dus je hebt nu ook, met de opkomst van internet, zie je ook dat de allerlei mensen die voorheen zwijgzaam waren, die niet wisten wat er in de Bijbel stond, ineens ontdekken via internet, verrekt! Weet je wel, ik lees hier dat ISIS met bussen uit Raqqa is afgevoerd. Hoe kan dat nou? Die mensen blijven met die vraag zitten. In de kranten zien ze nu dat daar geen antwoord op komt. Sterker nog, het wordt verzwegen dat zo is. Net zoals er verzwegen wordt dat er twee CIA-scherpschutters daar op Maidanplein. En zo kan ik je tientallen voorbeelden geven. Die mensen gaan denken, we worden besodemieterd door. Ja. En wat doet de media nou, de mainstream media? Die komen elke keer weer met dezelfde koppen, dezelfde mannetjes, dezelfde Rob de Wijk, komen ze aanzetten om de mensen toch maar even te vertellen hoe wat. En die lui zijn natuurlijk de zogenaamde opiniemakers. Ze zijn slim genoeg om te realiseren dat er iets in die samenleving gaande is. En die gebruiken dat om hun eigen handel te bevorderen. Want ze hebben of een adviesbureautje, of ze hebben een leuke baan ergens bij de NATO of wat dan ook. Ja. Maar die mensen, die zijn gewoon slim en uitgekookt. Ja. Ja, maar de mensen. Maar jij hebt een eigen weblog. Precies. Dus jij kunt nu zelf publiceren. Ja. Een bereik opbouwen. Ja. Waar gaan we nu naartoe? Je zei net in de tussenzin dat die institutionele rol van de media als instrument van de macht, jouw woorden, die komt eigenlijk tot een einde. Ja. Want er is emancipatie van de journalistiek ontstaan. Iedereen kan dat doen. Ik wil het niet emancipatie noemen, want je krijgt ook een enorme verrechtsing. Via de, dat is wel boeiend om te zien. Ja. Overigens, dat een van de resultaten. En gevaarlijk. Ja. Ik ben veel somberder dan jij, maar jij bent ook een stuk jonger. 49 mee, hè? Ja. Nou, ik ben 70. Ja, dat is groot verschil. Ja. Het vooral na je 60 haakt het erop in. Ja. Nou, kijk, ik ben heel somber. Ik denk dat. Er worden een paar oorlogen nu voorbereid. Hè? De oorlog tegen Rusland en de oorlog tegen China. Omdat die de hegemonie van de Amerikanen aantasten. En dat gaat heel, heel, heel snel. En dat zullen de Amerikanen niet accepteren. Met als gevolg dat wij in die oorlogen via de NAVO zullen worden meegezogen. Dat zal alleen maar een enorme chaos wereldwijd veroorzaken. En ook hier met zelfs de mogelijkheid dat er nucleaire wapens aan te pas komen. En dan is het afgelopen. Dan gaat de hele rotzooi kapot. Want
Niemand kan een nucleaire oorlog verliezen. Ja. Want degene die nucleaire wapens heeft, denkt als laatste, fuck, we hebben verloren. Ja. De hele rotzooi, ja, jongens. Ja. Ja, maar. Dat is natuurlijk al 70 jaar niet gebeurd, hè? Sorry? Dat is al 70 jaar niet gebeurd. Wacht even, 70 jaar niet gebeurd. Kijk, de laatste atoombom is strategisch ingezet in Japan. Ja, maar dan moet je ook weten wat er tijdens de Cuba-crisis in 1962 is gebeurd. Waarbij de minister van Justitie, Robert Kennedy, de broer van de president, schreef: mijn broer heeft iets op gang gebracht dat niemand meer kan stoppen. Ook zij zelf niet meer. Mm-hmm. Dus met andere woorden, je kunt niet zeggen, kijk, je gebruikt het om te dreigen. Nee, dat is allemaal nonsens. Dat is het niet. Maar er kan een fout gemaakt worden, er kan ook een belang zijn om de wereld te laten exploderen. Mm-hmm. Bovendien, de ethiek die daarachter zit, maakt de mens tot een beest. Dus bijvoorbeeld het hele Amerikaanse systeem waarbij je gescheiden staatsmachten hebt, hè, zoals wij dat ook hebben, die is kapot gegaan door de uitvinding van de atoombom, omdat de Amerikaanse president niet meer het congres hoeft te raadplegen als het moment daar is om die rotzooi af te schieten. Ja. Maar nog heel even terug naar, want we hebben nog een paar minuten. Ja. Als je kijkt naar de rol van de journalistiek, je zei die was heel institutioneel. Toen was er een disruptie in de 60 jaren, toen werd die weer institutioneel. Ja. Nu staan we, jij vergelijkt het zelfs met de uitzicht van de boerderkunst. Hè? Het opengaan van de mogelijkheid om informatie te verspreiden en te maken is een heel wezenlijk moment in de tijd, zal dat blijken te zijn. Je bent somber, misschien leeftijd, ik weet niet precies, maar ben je dan niet op een bepaalde manier optimistisch over de journalistiek? Die gaat nu openen, meerdere stemmen kunnen gehoord worden. Nee, de journalistiek, de huidige journalistiek, de brede journalistiek, is krankzinnig. De mainstream heb ik het nu over. Ja, de mainstream. Ja, die is krankzinnig. Maar daar gaat die zijn gek geworden. Ja, nou ja, wacht even. Dat misschien, maar er ontstaat nu, in ieder geval een groter deel van de nieuwsvoorziening gaat niet mainstream zijn. Ja, maar wacht ik even. Ik kan nu lezen over die bussen in Raqqa. Ja. Terwijl ik dat 10 jaar geleden niet kon lezen. Ja. Nu wel. En denk je dat mag daar iets zich van aantrekken? Denk je dat het Nederlandse parlement zal zeggen, verrek, wat lees ik nou? Of wat hoor ik nou van de BBC? Daar moeten we eens even een onderzoek in gaan stellen. Denk je dat er iemand is die zegt, nu voor het jaar 2020 moet 60% van de Amerikaanse vloot in de Zuid-Chinese zee liggen. Waarom? Nou, niet om een beetje rond te varen, omdat er een oorlog wordt voorbereid tegen de Chinezen. Want anders gaan de Amerikanen verliezen. Dan hebben ze wel heel veel wapens, maar geen enkele macht. Bovendien heeft China ontzettend veel geld aan de Verenigde Staten geleend. Dat kan de Verenigde Staten nooit terugbetalen. Ja, nee, ik wil je even het spoor van de journalistiek houden. Ja. De journalistiek kan dit nu toch aan de orde. Jij kan dit aan de orde stellen. Jij kan hierover schrijven, je kan het publiceren, maar je kunt mensen mobiliseren. Maar de macht is, laten we zeggen, losgezongen van de werkelijkheid. Die trekt zich niets meer van ons aan. Oké. Als je naar het neoliberale systeem kijkt, hè, waarbij het zware werk is geoutsourced naar China, zware werk, en voor de rest geautomatiseerd. De dienstensector is geautomatiseerd. Dat betekent dat er een substantieel deel van de Nederlandse bevolking niet meer nodig is om het systeem te laten draaien. Okay. Wat gaan we met die mensen doen? De katholieke kerk was natuurlijk ook losgezogen van de werkelijkheid. Tot de boekdrukkunst maakte dat ineens alle mensen de Bijbel konden lezen. Ja. En toen ontstond er een revolutie, zou je kunnen zeggen. Ik dacht er ontstond een 100-jarige oorlog in Europa. Dat werd een chaos. Er zijn miljoenen mensen bij om het leven gekomen. Ja. Wij gaan naar een gigantische chaos toe. Waar miljoenen mensen, wat zeg ik, miljarden mensen de gevolgen van zullen ondervinden. Want het is wat er nu gebeurt. De staat is zo machtig geworden dat het elk aspect van jouw leven kan beheersen. Zonder dat jij ook maar iets daartegen in kan brengen. Niets. Helemaal niets. En ze zijn niet van plan om de macht, waar ze zoveel moeite voor hebben gedaan, om die maar eens aan het volk terug te geven. Of aan een andere elite groep of wat dan ook. Geen sprake van. Ze houden zich er krampachtig aan vast. Ja, de hele katholieke kerk probeerde dat natuurlijk ook. Hè? Ja, en ze zijn nog steeds machtig. Ja, minder dan ze waren, maar oké. Natuurlijk. Het kan niet al dagen feest zijn. Ja, nee. Maar kijk, als je kijkt naar Brussel bijvoorbeeld. Dat,
dat is een enorme bureaucratie. Valt wel mee, hè? Er zijn minder ambtenaren in Brussel dan in Den Haag. Maar oké, nee, ga door. Het hele apparaat, dat is een enorme bureaucratie. En daarnaast is er een parlement die geen... Ja. Ja. Hè? Ja. En dat er misschien meer ambtenaren in Den Haag zitten, zegt meer over Den Haag dan over Brussel. Zeker, nee, zeker. Ja? Nou, heel even. Ik ga toch proberen door je somberheid heen te breken. Dat gaat niet lukken. Maar als we terug naar de journalistiek. Zijn er nu journalisten of desnoods, opiniemakers, dat woord bestaat geloof ik niet, of media-initiatieven waar jij enthousiast van wordt? Ja, in de Verenigde Staten. Barst van de initiatieven. Amy Goodman van Democracy Now. Ja. Consortium News. Je kunt er, als je me vraagt, dan had ik ze even op een rijtje gezet. Tientallen voorbeelden daarvan. Mensen die heel goed doorhebben wat er daadwerkelijk gebeurt. Die van binnenuit komen ook. Dus niet die opiniemakers die je hier in Nederland hebt, die bla bla bla, en elke dag weer met een nieuwe opinie moeten komen, of elke week. Nee, mensen die van binnenuit komen. Ik heb een aantal van die mensen geïnterviewd. Dat kunnen zelfs kolonels van de luchtmacht zijn, tot aan hoogleraren, specialisten op het internationaal recht, in het internationaal recht. Mensen die, auteurs, heel veel. Mm-hmm. En die mensen zijn dag in, dag uit. Je zou mijn weblog moeten zien, want ik jat al die stukken van die mensen en zet ze gewoon op mijn eigen weblog neer met een verwijzing naar waar zij zitten. Nee, er zijn zat mensen die proberen een tegenwicht te geven. Alleen de vraag is, wat doen we met de wacht? Vroeger was het idee, je begint natuurlijk even met stenen te gooien naar een bankgebouw toe. En dan beginnen ze een beetje te luisteren en denken, hé, frek, er gebeurt op straat iets. En daarna kun je proberen die macht wat verder uit te breiden. Waardoor de macht, echte macht, een stapje terug moet doen. Dat hoeft nu niet meer. Dat kan ook niet meer. Ik bedoel, deze samenleving, de wetgeving is aangepast aan het terrorisme. Hè? De wetgeving is aangepast. De politie is een zeker in de Verenigde Staten, een gemilitariseerd apparaat. Nee. Die met machinegeveren rondlopen en met god mag weten wat. En gepantserde auto's op demonstranten inrijden. Nee. De zaak is fundamenteel veranderd. In de jaren 80 is dat gebeurd. En niemand, of nagenoeg niemand, in Nederland heeft dat gezien. De mensen dachten, oh ja, dat hoort bij de moderne tijd. Dat zijn de vernieuwingen en dergelijke. En het gevolg is geweest dat er van alles door de sociaaldemocraten voorop, omdat, en nu citeer ik even Wim Kok, de toenmalige sociaaldemocratische voorman, die zei, er is geen alternatief, het is letterlijk citaat, geen alternatief te verzinnen voor het bestaande bestel. Dus het neoliberalisme. En dus heeft het ook geen zin om er naar te zoeken. Dat is een letterlijk citaat. Toen hebben de sociaaldemocraten de boel verkocht, dus dat was links. Later zei hij ook nog dat hij blij was dat hij de socialistische veren kon afschudden. Want dat gaf een enorme ruimte. Ja. En vervolgens werd hij natuurlijk betaald door kapitaal, door een... commissaris bij ING. Voilà. En niet alleen ING. Nou kijk, mijn generatie heeft de boel vernacheld. En ik heb kinderen en kleinkinderen. En die krijgen een totaal failliete erfenis. Zowel op het gebied van de ecologie, op het gebied van de oorlogsvoering, op het gebied van de economie, op het gebied van scholing en cultuur. Die moeten straks opnieuw het wiel gaan uitvinden. Letterlijk ook, zo in sommige gevallen durf ik te zeggen. En dat is het failliet van mijn generatie. De jongens die in de jaren 60 even meenden dat ze de macht in handen, de verbeelding aan de macht. Nou, de verbeelding aan de macht heeft ertoe geleid dat de boel is uitverkocht. Is er één, je kwam op Amerikaanse voorbeelden, is er één voorbeeld in Nederland, een persoon, een baken van hoop voor jou? Ja, dat is nou... Jawel, soms mensen die jij ook interviewt, met de MH17 bezig zijn. Ja. En die niet ook weer zo'n fantastisch voorbeeld hoe
de media verzuimen hun eigen onderzoeken in te stellen. En echt onderzoek. Ik heb het niet over dat je daar een stukje vlees meeneemt. Om dan in Nederland te zeggen, kijk, hier heb een stukje vlees. Nee, daadwerkelijk vanaf het begin te onderzoeken, wat is dat? 4 dagen nadat dat toestel was neergestort, de MH17. Hoe, weten we niet precies. En dat zullen we ook denk ik nooit weten, wat voor onderzoek er ook komt. Schreef Bas Heijnen in de NRC... zonder dat er ook maar 1 bewijs was dat we de Russen nou eens eventjes flink moesten aanpakken en dat Nederland minder lief tegen Rusland moest doen. Kijk, dat is de Nederlandse journalistiek. De voeten uit. Ze weten precies uit welke hoek de wind waait en waar wat er ingefluisterd wordt. Ja. Maar dan, dat is Bas Heijnen even... Ja, en die heeft dus ook nog eens een hoge prijs gekregen, de PC-hoofdprijs. Ja, 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 goed, dus Nederland is schaamteloos. Schaamteloos. En wie had hem moeten krijgen naar jouw idee? Hier in Nederland? Ja. Dat weet ik niet. Ik zou het niet weten. Ik vind dat schrijvers en dichters nog meer, want Nederland heeft niet zulke goede schrijvers. We hebben nooit een Nobel krijgen. We hebben hele goede schilders, maar niet goede schrijvers. Nee. Ik weet niet, de dichters, we hebben wel goede dichters gehad. Oké, nou, dan gaan we blijven zoeken. Stan, we zijn door onze tijd heen. Mooi zo. Dank je wel voor het gesprek. Nou, dank jij voor het gesprek. Oké.